pilot, aircraft that is around Europe to learn about the characteristics of this one. I like the aircraft, this is a very nice airship with a solar pickup company. And we talked about the external design of existing aircraft. Everybody is different. Ik ga Pierre van Winter, de piloot van de Sonaca 200, toch een beetje onderbreken, want we horen duidelijk dat de kwaliteit niet zo goed is. Dus we hebben getracht om enkele van de piloten te interviewen voor hun voorstelling, zodat dat we kunnen aan jullie delen. Maar ik hoor dat de kwaliteit een beetje minder is. In ieder geval, Pierre van Winter is ingenieur-piloot bij Sonaca Aircraft hier in België. Hij is medestichter van Sonaca Aircraft. En hij stelt ons hier een van hun ontwikkelingen voor, Sonaca 200. Een toestel ontworpen in 2015, uiteindelijk gecertificeerd in 2018, dit jaar dus. En dat is dus een allereerste voorstelling van dit toestel, dat de bedoeling heeft om opleiding te geven, dus een toestel dat gebruikt wordt voor de opleiding. Het is side by side, dus de piloot en de leerling zitten naast elkaar. Het vliegtuig zelf is gebouwd volledig uit aluminium. Leeggewicht is 460 kilogram, maximum volledig geladen is maximaal 750 kilogram. Het is uitgerust met een Rotax 914 motor van 115 pk. En zoals je kan horen, als je misschien op andere meetings geweest bent, deze Rotax motoren nauwelijks hoorbaar. Ze zijn zeer geluidsarm. En ze hopen natuurlijk dit toestel, aangezien het gebruikt wordt voor opleiding, ook de basis acrobatiemanoeuvres te mogen uitvoeren. Dus ze zijn nu in een certificatieprogramma met onze Belgische overautoriteiten om het toestel vanaf 2019 ook te certificeren voor luchtacrobatie. Der kam ja irgendwann zu dir und hat sich verabschiedet. Eine Riesenzeremonie, 2 Minuten hinter einer Ehefrau. Just lovely. Now Pierre, who's flying the airplane, was the co-founder of the company that designed the aircraft. The company's been around for 8 years, more than 10 years of general aviation leadership in South Africa specifically. Now this airplane, he says...